heb de vraag gekregen om eens wat te doen aan een stukje tuin om meer hommels en ook een beetje vlinders in de tuin te krijgen. Want hoe doe je dat nou precies? Ik ga je uitleggen in 3 stappen hoe je dat moet doen. 1. Natuurlijk eerst de grond helemaal kaal maken. 2. De grond verrijken met nieuwe grond, zodat je weer de voedingsstoffen in de bodem krijgt. En 2. De juiste keuze met door de juiste planten te kiezen. Ik ga nu eerst beginnen om dit eens even lekker goed op te schonen. Gebruik er natuurlijk ook een goede schep voor. Anders kost het heel veel kracht en dat wil je ook niet. Ik heb nu alle oude planten, het onkruid, heb ik eruit gehaald. Ik ga nu de grond verrijken met een beetje siertuincompost. Wees niet te zuinig. En spit die nieuwe grond die je erop gooit, spit die ook door de bestaande grond heen. Want anders blijft het erop liggen en heeft de plant er nog niks aan. Dat moet uiteindelijk bij de wortels terechtkomen. De volgende stap is het uitzetten van de planten. Dit is de salvia. Ook een van mijn favorieten. Moet kijken hoe prachtig, mooie paarse bloemen. Bloeit ook best wel lang. Is die uitgebloeid, knip hem een stukje terug. Bloeit die voor een tweede keer. Heb je gewoon nog een keer plezier ervan. Zorg ervoor dat als je planten uitkiest, dat je verschillende naar de hoogtes kijkt ook. Dat je niet alleen maar hoge planten koopt, maar ook lage planten. Die lage planten begin je dus ook vooraan, zoals hier ook bij het pad. En dan bouw je het op naar achteren. Zodat je goed kan zien dat lage planten bijvoorbeeld niet achter hogere planten verdwijnen. Want dan zie je er niks van. Ik heb hier ook een hele mooie digitalis. Nou, dat is ook echt een plant die waar veel hommels op afkomen. En de Echinacea natuurlijk. Dat is ook een van mijn favorieten. Bloeit de hele zomer door. Mooie, in dit geval roze bloemen. Je hebt hem ook in het wit. Met een beetje een bruinig hartje zit erin. Er komen ontzettend veel vlinders op af. Ik werk altijd met oneven aantallen. 1, 3, 5, 7, noem het maar op. Want je kan een heel mooi groepje steeds maken. En dat zie je eigenlijk hier heel goed terug in de border. Dat je steeds groepjes krijgt van planten, maar waarvan in dit geval dan de verbena alleen erachter staat. Maar dat wordt een hele grote pol. En die wordt ook eigenlijk het hoogste van allemaal. Die kan wel zeg maar zo hoog worden. Dus die zet ik dan achter in de border. Ik heb de planten nu uitgezet. Nu kunnen ze dus de grond in. Wat is belangrijk bij voorjaar, warmere temperaturen, is dat je de planten even goed onderdompelt voordat je hem in de aarde zet. Pak een emmer met water. Het mooiste is natuurlijk uit de regenton te pakken. Gewoon hemelwater pakken. Laat de kluit even goed volzuigen met water. En zet hem dan in de grond. Ook hier weer goed zorgen dat de kluit contact maakt met de aarde eromheen. Des te sneller die gaat wortelen. Ja, en dus aan gaat slaan en gaat groeien. Zo, alle planten staan er nu in. Nou, dit is een mooi voorbeeld hoe je borden mooi hommel, bij en vlindervriendelijk kan maken. Nog 2 tips. Zorg ervoor dat je goed blijft water geven als het warmer begint te worden en de grond uitdroogt. En ten tweede, zorg er ook voor dat je nog wat extra voeding aanbrengt door middel van bordenmeststof. Dat kan je zeker bij je nieuwe aanplant moet je dat doen, maar ook zeker bij je bestaande beplanting. En doe dat niet alleen in het voorjaar, maar herhaal het ook een keer in de zomer. Want als een plant goed vitaal is, zal je ook merken dat je weinig last hebt van ziektes, plagen, schimmels, noem het maar op. Even een beetje door de aarde heen werken, zodat het opgenomen kan worden. Daardoor komt het sneller bij de wortels terecht en heb je eerder resultaat. Ik ga weer naar de volgende tuinklus. Abonneer je op ons YouTube-kanaal Tuinplezier en blijf ons volgen. Tot de volgende keer.